Bram Verheijen, je bent projectontwikkelaar bij Moorland. Wat doet een projectontwikkelaar precies? Of ongeveer? Projectontwikkelaar die gaat de projecten een locatie als deze ontwikkelen. Dat betekent dat we kijken met collega's binnen Moorland van welke woningen willen we daar. Dat met gemeente afstemmen, met de omgeving afstemmen. We hebben hier voor deze locatie hebben we gekozen voor flexwoningen. Dat zijn modulaire woningen die helemaal in een fabriek gemaakt zijn. En we hebben met de omgeving een aantal informatiebijeenkomsten gehouden om te overleggen van wat zijn jullie meningen en ideeën daarbij. Ja, want we zijn hier bij de flexwoningen De Weemse Hoofd in Ravenstein. Die worden vandaag opgeleverd en de mensen krijgen de sleutels en allerlei uitleg. Nou, is een flexwoning, denk ik dan van flex is soepel, in beweging. Dus hoe lang mogen mensen hier dan wonen? Dat mag eigenlijk onbeperkt. Alleen het huurovereenkomst is wel gekoppeld aan de vergunning. En de vergunning is verleend voor 15 jaar door de gemeente. En vandaar dat het flexwonen wordt genoemd. Dat kan tijdelijk een vergunning zijn, dat kan een tijdelijke huurovereenkomst zijn. Maar hier hebben we gekozen voor een onbepaalde tijd voor de huurovereenkomst. En er staan twee soorten woningen. Een studio van een 28 vierkante meter en een eensgezinswoning, noem je ze zo? Ja, zo noemen ze. Van iets ongeveer eens zo groot? Ja, het is 40 meter. Eigenlijk zijn het twee identieke verdiepingen. De studio is inderdaad 28 vierkante meter, dus dat is één ruimte voor wonen, slapen en koken. Ja. En een aparte badkamer met daarop het toilet. En de eengezinswoningen bestaan uit twee verdiepingen. Beneden een halletje, een keuken en een open keuken met een woonkamer en een toilet. En boven op de verdieping twee slaapkamers. En een badkamer. Gefeliciteerd, veel geluk in je nieuwe woning. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik ga komen, dankjewel. Mooi. Fabienne Kuipers. Hallo. Jij komt te wonen in deze studio. Klopt. Waar kom je eigenlijk vandaan? Ik kom hier een dorpje verderop uit Overlangel. Dus voor mij is het wel een bekende omgeving. Ik kwam er tegen, ik zag een krantenartikel dat hier werd opgebouwd. En ik sta zelf ook ingeschreven bij Moorland. Toen zag ik de assistentie voorbij komen en heb ik er eigenlijk op gereageerd. En zo is het een beetje allemaal gaan rollen. En sta je al heel lang ingeschreven bij Moorland? Ja, een aantal jaren. Niet super lang, maar een aantal jaren. En hoe ging dat? Ging dat met loting of met sollicitatiegesprek? Met loting, dat is loting. En omdat ik ook nog hier uit de gemeente Os kom, kreeg ik toch wel voorrang. Ja. En vind je het groot genoeg voor je, zou ik maar zeggen? Ik vind het best klein. Ja, dat klopt. Maar ik kom nu nog uit huis, zeg maar, bij mijn ouders. Dus dit is ook een mooie tussenstap om vanuit hier verder te kijken om iets te gaan kopen. Dus het is een beetje voor mij echt als een tussenoplossing. De bewoners zijn van allerlei richtingen, zeg maar. Het zijn mensen die al lang ingeschreven staan bij Moorland. Het zijn mensen uit Os en omgeving, maar ook van verder weg. Hoe zijn die uitgezocht? Nou, we hebben als Moorland gezegd van we gaan de flexwoningen echt inzetten hier voor spoedzoekers. Dus de mensen die hier komen te wonen, die zijn maximaal 6 jaar ingeschreven bij Moorland of tegenwoordig Thuispoort. Dat is de restrictie die gegeven is. Daarnaast hebben we gezegd van juist omdat we in Ravenstein bouwen deze woningen, willen we ook mensen uit de gemeente Os een kans geven. Daarom hebben we de helft van de woningen aan mensen uit de gemeente Os verhuurd.
Ja, en verder is het eigenlijk onze reguliere doelgroep. Dus iedereen heeft een gelijke kans. En we hebben een aantal woningen, vijftal woningen, hebben we direct bemiddeld. Ook twee woningen zijn toegewezen via het COA aan statushouders. Maar verder is het ook via loting gegaan. En de mensen, want ik hoorde dat er ook een soort intakegesprek was? Ja, we hebben hiervoor gekozen omdat het toch een, ja, voor ons ook nieuw woningtype is. En een hele nieuwe wijk waar je ook wel als bewoner heel bewust voor moet kiezen. Daarom hebben we gezegd van nou, dan gaan we 100% intakegesprekken voeren. Zodat je ook kunt aftasten of dat mensen echt gemotiveerd zijn om deze woningen tijdelijk, ook al is het voor 15 jaar, tijdelijk te gaan betrekken. En wat moet er allemaal gaan gebeuren? Ja, eigenlijk van alles wel. Het is nog helemaal kaal, helemaal nieuw. Dus we moeten nog gaan behangen. We moeten het plafond nog verven en de vloeren nog gelegd worden. Eigenlijk alles nog wel. En er is buiten nog weinig aangelegd. De parkeerplaatsen zijn nu klaar en zo. Ja, wat vind je daar dan van? Ja, dat hadden ze al aangegeven een maand geleden toen ik hier mocht komen bezichtigen. Dat vanwege de regenval dat ze daar wat vertraagd in zijn. Ja. Maar daar snap ik ook wel voor komen, dus dat komt ook wel goed. Ja. En hiervoor moet ook nog allemaal aangelegd worden. Maar het ziet er al een stuk mooier uit dan een maand geleden, dus dat komt wel goed. Ja, hiervoor heb je echt wel best wel een leuk uitzicht, hè, die tuin. Ja, zeker. Ja. En dan moet jij er iets van onderhouden? Of? Nee, dus niet dat ik weet. Dat heb je er gratis bij, zeg maar. Ja. Ja. Hiervoor, of tussen de woningen in, is een grasveld. Is dat iets waar de mensen samen op mogen barbecuen? Of worden daar nog planten in gezet? Of struiken? Wat gaat ermee gebeuren? Inderdaad, dat is een gezamenlijke tuin. De mensen hier hebben geen privétuin of geen privéterras. Het is de bedoeling dat het gezamenlijk gebruikt gaat worden. Ja, een idee is om daar een picknicktafel in te zetten. Dat wordt nog samen met de gemeente, ook met de nieuwe bewoners, invulling aangegeven. Maar de gemeente onderhoudt het of moeten de bewoners zelf gras maaien? De gemeente onderhoudt het, klopt. En zelfs aan de achterkant van de eensgezinswoningen, dus staan van die mooie grote openslaande deuren, daar hebben ze ook geen grasveldje of stukje grond voor zichzelf? Nee. De achtertuin, zoals je dat zou kunnen noemen, is gewoon openbaar terrein. Ze mogen er uiteraard wel komen, maar het is niet de bedoeling als privétuin. Oké, dus maar ze zouden er wel kunnen gaan zitten met een stoeltje of zo. Als het eens een keer mooi weer is. Dat zou kunnen, ja. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Ik heb zonnepanelen, ik heb warmtepomp, geen gas meer. Oh, dus dat is dan die je koopt. Jouw vaste lasten zijn dan klaar? Ja, zeker. Oh, dat dus is ook heel praktisch. Ja, zeker. Ja. En de gemeente, dus dit is, ja? Vind ik wel. Psycho. Dat je een gemeente maar je niet makkelijk. Mama thuis pas doen. En jouw naam. Je zit vroeger, zo bij de vroeger van de wapen, moet ik dan... Nou, heel veel plezier hier. Ja, gaat helemaal goed komen. En laat je ouders, zou ik zeggen, ook meewerken met banen en met... Ja, tuurlijk. Zo is het. Komt goed, dankjewel. Vanaf 1 juli 2024 mogen er geen rokerswaren meer verkocht worden in de supermarkten. Vandaag vindt de officiële opening plaats van Sintjes Tabak. Sintjes Tabak is een begin van een uitbreiding van de Plus in Herpen. Ik heb hier dadelijk een gesprek over met Martijn en Claudia. Nou, welkom allemaal. Namens ons samen. Fijn dat er zoveel mensen zijn, dat hadden we ook niet verwacht. We hebben de weg ervoor afgesloten zelfs. Dan zien ze op de camera toch niet dat daar de kermis staat. Ja, waar zullen we beginnen? Het is allemaal heel vlug gegaan. 11 weken geleden wisten we nog niet dat we dit huis nou al in handen zouden hebben. We zijn, zoals de meesten van jullie wel weten, van plan om de winkel uit te gaan bereiden. En dat kan hier eigenlijk alleen maar achter in de tuin van het huis van voormalig van de familie Bakker.
En mevrouw Bakte die wilde graag ons van dienst zijn door te gaan verhuizen. Maar die wilde eigenlijk heel graag verhuizen naar het huis wat in handen was van de kerk. En ja, daar hebben we met veel wikken en wegen gelukkig van de kerk kunnen kopen. En hebben we dankzij de hulp van heel veel mensen hier aanwezig. Ik ga expres geen namen noemen, want dan vergeet ik geheid mensen. Hebben we dat huis binnen 11 weken van 0 tot een 10 plus kunnen verbouwen. Waardoor we afgelopen zondag mevrouw Bakker hebben kunnen verhuizen. We staan hier bij Rochstraat nummer 4, het pand wat door ons is aangekocht. En we gaan even een kijkje nemen aan de binnenkant. We zijn in de woonkamer van het huis langs de plus. Dit is het huis van de voormalige huisarts in Herpen, dokter Bakker. Dus het huis van familie Bakker. Wij willen hier in de winkel uitbreiden, achter in de tuin, richting het Allard van Herpenplein. Zoals jullie zien is het nu nog ingericht als woonkamer. Maar gaan wij aanstaande maandag starten om hier in 1 week tijd een hele mooie tabakzaak van te maken. En daarna hebben we dus hier in 1 week tijd ook een mega klus geklaard met z'n allen. Afgelopen zondag is mevrouw Bakker dus verhuisd. En zondag nacht toen wij naar huis gingen, toen stonden hier al stijgers binnen, vloerbedekking eruit. Alle materialen stonden klaar, dus afgelopen maandag kon de bouwploeg aan de slag. En die is eigenlijk pas vanochtend met de laatste dingetjes gestopt. En het is mooi dat jullie er allemaal zijn om te komen bekijken wat we bereikt hebben. Nou hadden we geen schaar, net, heel gauw. Ik zei dan nemen we een aansteker mee, dan kijken we of het daarmee gaat lukken. 13 euro als je weet. Ja, pinnen. Yes. Martijn en Claudia, gefeliciteerd met de opening van jullie nieuwe zaak eigenlijk, maar wel in een nieuwe pand. Dit is noodzaak, denk ik, hè? Ja, klopt. Vanaf 1 juli, morgen dus, mogen wij geen tabak en rookwaren meer in de supermarkt verkopen. Dat is wettelijk niet meer toegestaan in heel Nederland. Dus er verdwijnen zo'n 6500 verkooppunten. En wij hebben ervoor gekozen om een nieuwe plek te gaan zoeken om dus tabak te verkopen. En wij zijn al heel lang bezig om de supermarkt uit te breiden hier in het dorp. En hebben die plek gevonden hier achter in de tuin die bij het huis hoort. Dus vandaar dat we nu het huis al hebben kunnen aankopen en hier onze sigaretten kunnen gaan verkopen. Claudia, je moet hier wel iemand de hele dag hebben staan. Het is alleen voor sigaretten, sigaren, noem maar op. Hoe gaat dat voor jullie een invulling geven? Nou ja, we moeten eerlijk zeggen dat we nog niet precies weten hoe dat we de invulling gaan laten worden. Nee, we gaan het even gewoon bekijken. De komende weken zal er hier natuurlijk zeker altijd iemand zijn. En ik woon zelf hier ook boven het pand. We hebben hier een kantoor aan de, voor de kijkers links, voor mij rechts. Daar zit ook regelmatig iemand die dan even gauw bij kan springen. Dus ja, daar moet even een beetje zijn weg nog gaan vinden. Maar er zal voornamelijk wel gewoon bezetting moeten zijn. Ja. Stientjes tabak. Was oma een rookster of hoe komen jullie daar op? Nee, oma heeft nooit gerookt. Opa wel. Pakjes Caballero had hij overal op een dag had hij wel 10 sigaretten aangestoken. En dan legde hij het weer op een toonbank en dan lag daar weer een sigaret. Dus die had ooit wel 5 sigaretten tegelijk aan. Dus die heeft wel volop gerookt. Is wel op 75-jarige leeftijd of zo geloof ik nog gestopt. Maar ja, we hebben eigenlijk voor de naam Stientjes gekozen omdat we toch een stukje herkenning daarin hebben gevonden. Mensen kennen die naam nog van vroeger uit. Er zijn mensen die gaan nog steeds naar de supermarkt, naar Stientjes.
En ja, we vonden het wel heel toepasselijk om hier ook ja, oma en opa dan ook op de achtergrond weer terug te laten komen. Ja. Ja. Er komt nou een nieuwe ruimte vrij in de winkel, denk ik. Of heb je daar al een invulling voor? Ja, ook nog niet echt. Wat we nu daar hebben aan service laten we daar. Dus we hebben daar ook nog steeds gewoon de stomerij waarmee mensen bij ons ja, kunnen komen. We hebben daar nog steeds de lotenverkoop waarmee ze bij ons kunnen komen. En we willen gaan kijken hè, voor een PostNL punt, een ophaalpunt voor pakketjes. Mm-hmm. Maar ook daar, we hebben eerst hier gekeken dat we hier de invulling gaan geven en dan eens gaan kijken hoe alles gaat verlopen. Ja, ja, ja. Ja. Ja, misschien een andere pakketservice of iets uitgebreider, ja, ja. Medicijnen of ja, ja, iets dergelijks. Maar we hebben eerst de focus hier opgelegd en vanochtend zijn de laatste werkzaamheden afgerond. Mm-hmm. Maar alles is aangepakt technisch, alle leidingen opnieuw, er zit heel veel infra in. Je kunt zo gek niet verzinnen of het zit erin. Ja, het overviel ons ook wel een beetje. Maar ja, goed, we hebben veel partijen aangetrokken die daar gewoon veel verstand van hebben. En het is allemaal gelukt. Dus, ja. Want je moet waarschijnlijk ook een stuk beveiliging Het is net Fort Knox. Je komt er absoluut niet in. Er zitten hele zware rolluiken voor de tabak, dus daar kun je sowieso niet bij. Het enige wat je mee zou kunnen nemen is een paar asbakjes die dan niet achter het rolluik staan. Maar voor de verdere zit er gewoon door het hele huis detectie hebben ze geïnstalleerd. Dus ik zeg al, wie eraan wil beginnen mag, maar de politie is zo hier. Dus het is echt heel goed beveiligd. Ja. 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 Oké, okay, wat zijn jullie verdere plannen hier? Jij gaat hier wonen? Ja, ik woon zelf op de bovenverdieping. En we willen op termijn de supermarkt gaan uitbreiden in de tuin. Ja. Dus de supermarkt grenst nu ook al aan de tuin. En in principe gaan we richting de Kerkhofmuur de winkel uitbreiden. Fijn. Veel succes en we spreken elkaar nog wel, denk ik. Dank je wel. Veel plezier vandaag. Dank je wel. Het weer zit mee, dus perfect. Ja. Musea. Je hebt ze in allerlei soorten en maten. Grote, kleine, binnen, buiten, kortom. Voor iedereen is er wel wat te zien. Het Jan Kuhne Museum in Os is gevestigd in een zeer fraai gebouw. Maar niet alleen de buitenkant, ook binnen is er van alles te zien en te beleven. Merel, fijn dat we hier vanmorgen mogen zijn in Museum Jan Kuhne. Ja, welkom. Jij bent de conservator van het museum. Wat is het voor een museum? Museum Jan Kuhne is gevestigd in Os en wij zijn er eigenlijk zowel voor de Ossenaar of de inwoner van de gemeente Os als voor een landelijk publiek. Dat zie je ook aan onze programmering. We hebben een vaste collectieopstelling Villa Curiosa en daarin komen allerlei verhalen met roots in Os eigenlijk tot leven. Van de geschiedenis van Os en het Maasland tot specifieker de geschiedenis van onze eigen villa waar we in gevestigd zijn. Of bijvoorbeeld ons collectiebeleid door de jaren heen. Dat zit daar allemaal eigenlijk in verweven. En dan zie je ook dat wij dus een hele brede collectie hebben. En vanuit eigenlijk die collectieopstelling in het hart van het pand vertakt dat zich steeds ook in de tijdelijke tentoonstellingen. Dus we kunnen heel breed programmeren. Ja, je hebt het over die vaste tentoonstelling. Ja. Dat is een tentoonstelling die voor iedereen toegankelijk is? Of zeg je van nou, dat is eigenlijk wel een beetje voor de oudere Ossenaren? Nee, het is echt voor iedereen. Het is ook een leuke speelse opstelling, wat wel past bij Museum Jan Kuhne. Wij hebben altijd graag net even iets speels of eigenwijs in hoe we de dingen presenteren. Dus er zitten interactieve elementen in. Er is een animatiefilm die in een minuutje of 8 de hele geschiedenis van deze streek voorbij laat komen. Maar het is ook een dwarsdoorsnede uit onze collectie. Mm-hmm. En we hebben pijlers waarin je dus ook verschillende onderwerpen eigenlijk ontmoet.
moet een tentoonstelling voldoen, of een kunstenaar voldoen, om hier in het museum te kunnen exposeren? Dat is een hele leuke vraag. Eén die dagelijks ook aan de orde is, denk ik. We gebruiken eigenlijk onze vaste collectieopstelling en alle verhalen die daarin zitten of mogelijk in zitten als de kapstok. En daar haken we als het ware die tijdelijke tentoonstellingen bij aan. Dus we hebben vorig jaar de Vorst van Os een tijdgenote gehad, wat aanhaakte bij dat verhaal van die archeologische schatkamer. En de Vorst van Os was een soort celebrity van de prehistorie, zou je kunnen zeggen. Dus dat was een hele goede reden om daar dat verhaal eigenlijk omheen te laten zien van vorstengraven uit de vroege ijzertijd. De pijlers hier zijn onderdeel van de collectiepresentatie Villa Curiosa. En daar zie je ook dat er van alles eigenlijk is. Dus er zit een glas met keramieke tandenborstels van Koos Buster in, een recente aanwinst. Maar bijvoorbeeld ook een lokale bekendheid, het popje Rimpel van Poppentheater Marag. Dat veel kinderen die in de jaren 80 hier in hetzelfde pand bij Poppentheater zijn geweest, ongetwijfeld zullen kennen. En dat ook op tv geweest is. Nou, dat zijn allemaal hele mooie dingetjes om te laten zien vanuit onze collectie. Dat het zo divers is. Je hebt vondsten op archeologisch gebied natuurlijk. Er is ook een gat waar je je hand in kan doen. En dan kan je een archeologische vondst aanraken en raden wat het is. Er zit een kijkgaatje bij. Dus het is ook een beetje speels. En je komt daar ook allerlei dingetjes te weten eigenlijk over Os en het Maasland. En als je die pijlers dan naar boven volgt, dan rust daar een kleine versie van onze mooie villa waar we in gevestigd zijn op. Met ook weer allerlei beeldmateriaal uit de geschiedenis. En waar je ook je eigen foto aan toe mag voegen om onderdeel van dat verhaal te worden. En wij zijn nu een tentoonstelling aan het opbouwen die Wat zou Marcel Broothuis doen heet. Nou hebben wij geen Marcel Broothuis in de collectie, maar wel zielsverwanten van Broothuis. Dus bijvoorbeeld Pieter Engels en Marinus Boesem zijn eigenlijk Nederlandse zielsverwanten van deze beroemde Belg. Waarbij ik meteen moet zeggen, hij is denk ik beroemder in België dan die in Nederland is. Maar voor Belgen is het echt een grootheid binnen de recente kunsthistorie. En daar bouwen we dan een groepstentoonstelling omheen met Nederlanders en Belgen van verschillende generaties. Die soort van gelijkgestemd zijn met Marcel Broothuis. Nou, we staan hier in de eerste zaal van de tentoonstelling Wat zou Marcel Broothuis doen? En dit is een werk van Marcel Broothuis. Het heet L'entrée d'exposition. En het is best een ongebruikelijk beeld in het museum om 8 palmbomen op zaal te hebben. Maar essentieel onderdeel van deze installatie. Omdat Marcel Broothuis heel erg bezig was met de heersende standaard op de hak nemen. Waarom ziet een museum er altijd uit als een museum? Waarom kan dat niet eens een keer anders? Waarom moet kunst ook altijd op een bepaalde manier gepresenteerd worden? Vroeg hij zich al in de jaren 60 af. Hij speelt daar eigenlijk mee. En je bent geneigd om meteen naar werken aan de muur te lopen. Maar daarvoor moet je dus ook echt tussen die palmbomen door de jungle heen als het ware, om die werken te zien. En je kan je afvragen, zijn die het belangrijkste? Gaat het meer over het geheel. In de tentoonstelling zien we niet alleen werk van Marcel Broothuis, maar eigenlijk werk van 10 verschillende kunstenaars die min of meer zielsverwanten van elkaar zijn. Dus het is een heel associatieve, speelse tentoonstelling, waar af en toe best wel wat diepere lagen of maatschappij of kunstkritiek onder zitten, maar waar ook heel veel momenten zijn dat je gewoon een lach op je gezicht krijgt, omdat het humoristisch, ironisch, speels is wat je ziet. Er zitten heel veel objecten in die met een hele kleine aanpassing iets heel anders geworden zijn. En dat voelt als een hele gevatte manier om naar je omgeving te kijken en de dingen van een nieuwe betekenis te voorzien. Dan nog een tijdelijke tentoonstelling die geopend gaat worden. Ja. En die gaat specifiek meer over Os en de oorlog. Ja, dat klopt. Ja, dit is echt een heel ingezoomd verhaal. Het gaat eigenlijk over een liefdesrelatie ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. En dat speelt zich dus deels hier in Os af. Dit vind ik een heel mooi voorbeeld van hoe je soms dat hele kleine lokale kan pakken, maar een veel universeler beeld neer kan zetten. Want juist door het zo klein aan te vliegen kunnen wij
daar ons wel een beeld bij vormen. Je denkt, ja jee, je zal inderdaad ten tijde van oorlog je geliefde jarenlang moeten missen. Soms ook niet kunnen schrijven misschien, omdat het gevaarlijk is of omdat je elkaar even niet kan bereiken. Het is natuurlijk ook nog een hele andere tijd dan waarin wij nu leven. Dus het is juist heel mooi om vanuit dat hele, hele kleine, intieme, het brede verhaal neer te zetten van de Tweede Wereldoorlog. Maar misschien ook wel nu in deze tijd überhaupt oorlog. Het is helaas nog steeds actueel natuurlijk. Zo'n groot verhaal, dat kan niet in één kamertje hier in de villa. Dat moet een hele verdieping krijgen. Dus vandaar dat we dit keer de gastenkamer XL in het leven hebben geroepen. En hier op de zolderverdieping het verhaal vertellen, nooit zonder jou. Het gaat over dit stel, Jo Bastings en Mia Hubertus. En wat zij meemaken net voor de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Tweede Wereldoorlog en erna. En we volgen eigenlijk hun verhaal via een briefwisseling die door zoon Ton Bastings gevonden werd in het ouderlijk huis. En hij wist eigenlijk niet dat zijn ouders zo heftig gecorrespondeerd hadden in die oorlogstijd, maar trof dat dus aan in deze legerkist die hier ook op zaal staat. En als het ware over zijn schouder kijken we mee het verleden in en leren we zijn ouders kennen. En wat ik heel mooi vind is dat je in die brieven leest over hoe er eerst nog hoop is bij zo'n mobilisatie, dat het misschien toch niet van echt oorlog zal komen. En dan even later breekt het toch ook hier uit. Tot wanneer duurt deze tentoonstelling, überhaupt de tijdelijke tentoonstelling? Ja, tot eind oktober. Even uit mijn hoofd, 29 oktober. Ik hoop dat ik het goed zeg nu. Deze staan allebei tot dan. En dan is het tijd om te bouwen en weer iets heel anders te laten zien. Nou, stel ik wil een bezoekje brengen aan het museum. Wat zijn jullie openingstijden? Ik neem aan een museumjaarkaart ook. Ja, we zijn van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 geopend. En je kan hier inderdaad met de museumjaarkaart terecht of gewoon door entree te betalen. En voor de Ossenaar hebben wij een iets lagere entreeprijs, juist om ook het lokale bezoek te bevorderen. En Os is dan gemeente Os? Ja. Ja, dus er wordt ook even gevraagd van waar komt u vandaan en dan weten wij ook meteen waar ons publiek vandaan komt, maar ook of je dus in aanmerking komt voor die korting. En wij hebben ook een café en een shop en die zijn op dezelfde openingstijden ook geopend. Ja, dit is ook nog leuk om te laten zien. Wij hebben hier onze junior eregalerij. We doen sowieso veel aan kunsteducatie voor kinderen en jongeren en werken veel samen met de scholen hier in Os en omgeving. Mijn collega van educatie vond het de hoogste tijd om daar ook een plekje voor in te ruimen. Dus hier is ook een soort wisseltentoonstelling te zien voor, door, van kinderen. Ze vertellen er ook even bij wie ze zijn, hoe oud ze zijn en wat ze gemaakt hebben. Dus je krijgt even wat objectinformatie zoals dat ook in de tentoonstellingen boven aan de hand is. Nou, Merel, je zei een bezoek van een uur, anderhalf, twee uur. Volgens mij hebben we hier al best die tijd rondgelopen. Ja, de hele dag lukt ook hoor, ja. Ja, er is zoveel te zien. Je zegt het is een klein museum, maar er is gewoon heel veel te zien. Heel fijn dat je onze rondleiding hebt willen geven. En ik kan eigenlijk tegen iedereen zeggen, ga een keer kijken. Wat waren de openingstijden ook weer? Dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5. Oké, okay. Super bedankt. Ja, nou, jullie ook afscheid. Bedankt. Altijd en tot welkom. Ziens. Ja. Dankjewel. Dag.
padelbanen. Ik neem aan dat dat een heel traject is geweest om die te ontwikkelen. Wij zijn hier in 2021 mee begonnen. Met eigenlijk de vraagstelling vanuit de vereniging van is padel ook niet iets voor ons in Ravenstein? Nou, dan kwamen heel veel vragen naar boven. Daar zijn we in 2021 mee begonnen. We hebben daar veel onderzoek naar gedaan, ook bij andere verenigingen gekeken. Heel veel overleg gehad met de KNLTB, die daar al heel veel ervaring in heeft. We hebben daar ook met de gemeente heel intensief overleg over gehad. En uiteindelijk ga je dan een traject in van ja, het kan. Dan ga je de leden van de vereniging alles voorleggen. Nou, dan kom je natuurlijk op een stukje financiën. Wat gaat het brengen? Wat verwacht je ervan? En uiteindelijk het vergunningstraject hebben we ook nog helemaal doorlopen met de gemeente. Nou, toen dat allemaal rond was, waar denk ik een klein jaar geleden, dan kom je nog met de padelbouwers. Die dan de offertes, waar je offertes moet gaan opvragen. En uiteindelijk zie je hier na bijna 3 jaar overleggen en vergaderen het resultaat waar we heel trots op zijn. Ja. Wat is eigenlijk padel? Nou, padel is een mix van tennis en squash. Je speelt het op een veld omringd door glas en hekwerk. Waarbij eigenlijk het veld net zo groot is als een enkel tennisveld. En je speelt het met een iets ander racket. Het is een soort beachball racket, zeg maar, wat dikker is. Het is wel een tennisbal. De puntentelling is ook exact hetzelfde als bij tennis. En het is gewoon een heel leuk spelletje voor zowel voor jong als voor oud om te spelen. Het is heel dynamisch en makkelijk om te leren. Ja, want wat je nu zegt, je speelt het met een ander racket, maar ja. Dezelfde regels als tennis. Wat is dan eigenlijk het verschil? De hekken eromheen? De hekken eromheen, ja. En die mag je gebruiken. Dus bij tennis, okay. Als de bal uit is, is die ook echt uit en begin je weer opnieuw. En hier mag de bal op de grond stuiten, dan nog achter tegen de glaswand aanstuiten. En dan mag je eigenlijk gewoon doorgaan in het spel. En dat maakt het zo interessant dat je gewoon langere rallies krijgt en meer gebruik kunt maken van de zijkant en de achterwanden van het speelveld. En speel je met 2 of met 4? Padel speel je altijd 2-2, dus dubbelvorm. En wat ook uniek is bij padel is dat ze daar ook, je kunt ook 2 heren tegen een dame en een heer of 2 heren tegen 2 dames. Bij tennis is dat niet, daar is het altijd gescheiden, of heren of dames of gemengd. En bij padel kun je dat gewoon door elkaar inmixen. Wat zijn de 10 belangrijkste spelregels van padel? Padel wordt altijd in dubbels gespeeld. Voor padel gebruik je een speciaal racket en een bal. De persoon die serveert staat schuin tegenover de ontvanger. De medespeler staat bij het net en de speler naast de ontvanger staat achter de servicelijn. Het scoreverloop is hetzelfde als bij tennis. Bij het juice speel je 2 opeenvolgende punten om de game te winnen. Bij padel gaat het om de best of 3, dus 2 gewone sets. Een set wordt gewonnen als een team de eerste 6 games wint. De opslag doe je onderhands. Je laat de bal 1 keer stuiteren en slaat deze diagonaal in het servicevak van de tegenstander. Als de eerste opslag niet goed is, kan je een 2e opslag doen. Als de opslag het net raakt en in het servicevak stuitert, speel je het punt opnieuw. Bij het raken van het hekwerk na het net is de opslag fout. In een rally mag de bal na 1 keer stuiteren tegen het hek of tegen de wand aankomen. Als de bal direct tegen de wand of het hekwerk wordt gespeeld, is de bal uit. Tijdens de rallies mag de bal 1 keer het speelveld raken. Nadat de bal heeft gestuiterd, mag hij de wand of het hekwerk 1 of meerdere keren raken voordat hij teruggespeeld wordt. Het is niet toegestaan om de bal na contact met de wand opnieuw te laten stuiteren op de grond. En het allerbelangrijkste, speel met plezier. Ja, zo'n padelbaan kost een hoop geld, neem ik aan. En dan kom ik bij de penningmeester terecht, Raoul. Ja. Hoe zet je zoiets op? Ga je een crowdfunding of ga je bij de gemeente alleen, ga je bij je leden? Nou, primair hebben we gekeken wat hebben we in eigen kas. En we hebben eigenlijk als vereniging heel veel kunnen sparen de laatste jaren. Dus we hebben wel onderzocht, hebben we dan genoeg en moeten we nog bijlenen? Dat bleek uiteindelijk niet te hoeven. Dus we hebben het eigenlijk allemaal uit eigen zak kunnen betalen. En betekent dat ook dat jullie zelf veel hebben moeten doen hieraan? We hebben wel wat dingen eromheen gedaan. Dus vooral Twan heeft heel scherp met de bouwers onderhandeld van wat ze wel of niet doen. En we hebben vooral het spul eromheen, zeg maar, de bestrating, hebben we een beetje in eigen beheer gedaan. Dus daarmee konden we de kosten wat drukken. En betekent het ook dat jullie hierdoor meer leden willen hebben, of al hebben misschien? Ja, dat was ook een beetje spannend. Hè? Van, ga je inderdaad voldoende groeien om het weer te kunnen bekostigen in de toekomst? Maar de KNLTB die voorspelt eigenlijk dat als jij padelbanen aanschaft, dat je een ledenstijging van 10 tot 20% krijgt.
Mm-hmm. En ben je wel ook bang dat je tennissers gaat verliezen daarbij? Of was tennis sowieso al misschien iets aan het teruglopen? Ja, bij ons niet. Wij zijn een hele bloeiende vereniging. Dus wij hebben de laatste jaren ook echt een groei doormaakt bij tennis. Maar we zien nu wel dat heel veel tennissers het padel leuker vinden en dat eigenlijk inruilen. Terwijl er ook nog wel genoeg zijn die het allebei doen. Is het ook aan leeftijd gebonden? Nou, bij ons niet. Bij ons zijn ze heel jong, maar we hebben ook nog leden van rond de 80 die het nog doen. Dus. Okay. Twan, als je nou gaat kijken van iemand die start hier op de baan en die meldt zich aan bij de vereniging, heeft nog nooit gepadeld. Hoe werkt het dan? Het is makkelijk te leren, zeg je? Het is heel makkelijk te leren. We hebben regelmatig een soort van challenges, noemen we dat al. En nu hebben we ook een zomeractie, een zomerchallenge lopen. Dan kan je in enkele maanden in de zomer, op een heel laagdrempelige manier, willen we dan de mensen kennis laten maken met padel. We geven ook trainingen door gecertificeerde trainers die echt padelles mogen geven en kunnen geven. En dat begin je eigenlijk bij de basis van de tennissport en de padelsport. En zo word je elke week opgeleid tot je de basis onder de knie hebt. En we zien nu al, als we gaan kijken, toen we met de eerste trainingssessies begonnen zijn, dat mensen na 2-3 lessen echt al gewoon wedstrijdvormen en spelvormen kunnen spelen al. Tennissers mogen padellen en al onze padellers mogen op tennis. Dus je bent lid van de club. Het maakt niet uit welke sport je beoefent binnen deze club. De KNLTB heeft een hele mooie app ontwikkeld die elk lid van ons ook op zijn telefoon heeft staan. En daarmee kan je zelf een baan reserveren op het tijdstip wat jij wil. En die ligt dan ook vast voor jou en de spelers waarmee je gaat spelen. En dan kom je aan op de tijdstip dat je gereserveerd hebt. En dan mag je ook dat uur de baan gaan gebruiken. Ja. En dan kom ik weer bij de penningmeester. Wat is eigenlijk de kosten van een lidmaatschap ongeveer voor, het, voor de club, zeg maar? Hè? Voor een lid, voor een volwassen lid. 145 euro per jaar is lidmaatschap. En dan hebben we ook nog een vrijwilligersbijdrage die we vragen. Maar die kun je ook terugverdienen weer. Dus als je als vrijwilliger meewerkt bij de club, dan kost het alleen 145 euro. Als je dat niet wil, dan betaal je een bedrag extra per jaar. Kun je ook individueel aanmelden om te komen padellen? Bij wie? Ja, nee, je kunt je zeker individueel aanmelden. En dat gebeurt ook heel vaak. Je ziet natuurlijk. Wat je ziet is, ja, padel heb je vier mensen voor nodig om het te spelen. Maar we zien vooral bij de lessen worden heel veel mensen die melden zich aan als individueel. En die komen in een trainingsgroepje met 6 of 8 personen of soms nog grotere groep dat ze op twee padelbanen les krijgen. Onze padelleraren maken heel snel al een soort van een WhatsApp groep aan met al die nieuwe leden die daarin zitten. En dan zie je eigenlijk, ik zit zelf ook in 1 of 2 van die WhatsApp groepen, bewust om te kijken wat daar gebeurt. En dan zie je eigenlijk al na 1 of 2 weken dat mensen heel vrijblijvend appen. Wie heeft er vanavond of wie heeft er morgenavond zin om een potje te spelen? En dan zie je echt hele enthousiaste aanmeldingen. En dan worden er gewoon onder al die nieuwe leden ontstaan groepjes die met z'n vieren hier wekelijks of meerdere keren per week op de baan verschijnen. Ja. En degene die voor ons vandaag getrokken heeft en ervoor gezorgd heeft dat deze banen er nu liggen, die wil ik even speciaal noemen. En daar heeft toch wel even een heel groot applausje voor. Dat is onze voorzitter, Twan de Vos. Vandaag zijn we in de bibliotheek en naast mij zitten 2 mensen. 1 is de schrijfster Ellen Meijnen. Die heeft haar 3e boek geschreven en daar gaan we over praten. En verder zit hier Lieke van der Loop uit Herpen, 15 jaar. En ze is lezeres, zou ik maar zeggen. Ze heeft de boeken van Ellen gelezen en wil haar graag wat vragen erover stellen. Nou, Lieke, ga je gang. Ja, mijn eerste vraag. De onderwerpen van jouw boek die komen niet zo vaak voor. En hoe kom je dan aan die onderwerpen? Ik heb dus een moestuin bij het spoor hier in Ravenstein. En dat vind ik zo leuk. En ik dacht, ik wil iets schrijven over iemand die in een moestuin werkt. Maar hoe ga je nou, een meisje van jullie leeftijd, die vindt dat is niet boeiend. Dus er moet een probleem worden verzonnen eigenlijk. Waarom zij zo leeft. Het was een hele rare omweg. En toen heb ik in de krant een artikel gevonden over mensen die bang zijn voor straling en voor wifi-straling. En ook specifiek een mevrouw die echt werd geïnterviewd. Die zat helemaal verpakt met allemaal lappen om en tegen de 5G of de wifi-straling. En toen dacht ik, zo iemand zou misschien wel zover een beetje doorslaan dat ze zegt, nou, mijn dochter met de hele dag online, die kan niet in huis. Dus toen had ik een reden waarom ik zeg maar huisje 13 kon verzinnen. Waarom dat meisje daar moest gaan wonen. En ik kende het
park al, waar het zich afspeelt. Het speelt zich af op een vakantiepark. Dus ik kon me wel voorstellen dat je als ouders denkt, nou, verderop daar staat nog een huisje. Je hoort eigenlijk gewoon nog bij ons. En ondertussen word je eigenlijk gewoon een beetje op straat gezet. Ten ondertussen is het volgens mij ook gewoon wel een lekker verhaal voor een meisje. En wordt ze nog verliefd op de buurjongen. En eigenlijk vindt ze het ook best wel chill na een tijdje. Tenminste, zodra de zomer komt, heeft ze het eigenlijk wel fijn in haar huisje. Mm. Kijk, ik schrijf geen thrillers. Ik schrijf niet, heel veel jongeren houden heel erg van die hele heftige thrillers of van heel veel fantasy. Nou, ik schrijf realistische verhalen. Gewoon ook om te vermaken, om lekker gewoon een leuk, lekker boek te schrijven. Maar het moet wel een beetje spannend zijn. Je moet wel door willen lezen. Dus er moet gewoon altijd ook een probleem in zitten. Ik ben denk ik ook door mijn werk als docent Nederlands en mentor, ben gewoon wel geïnteresseerd in de levens van jongeren. En wat er kan gebeuren of wat er soms gebeurt. Dus dat inspireert me eigenlijk allemaal. Dus ja. Bedenk je eigenlijk de namen van de personages? Een leuke vraag. Ik schrijf ze op. Ik denk erover na. Toevallig gisteren was ik dus op die diploma-uitreiking van mijn nichtje. En er waren twee kinderen uit haar klas. Dacht ik, oh, dat zijn leuke namen. Dan maak ik even snel een aantekening in mijn eigen telefoon. Zo breed mogelijk eigenlijk. Dus je moet ook een beetje nadenken dat het niet alleen maar kaknamen zijn of alleen maar Brabantse namen of weet je wel. Dus ik zit daar altijd wel over na te denken. En soms wil ik ook dat ze niet veel op elkaar lijken, want dan raak je in de war. Dus dat is, en soms halverwege het schrijven denk ik, nee, hij moet geen Bram heten. En dan kan je, in Word kan je gewoon alles vervangen en dan heet hij ineens Dani of zo. Kan ook. Dus ja. Ja. En voor school moest ik een juryrapport schrijven. En dat had ik over jouw boek geschreven, over Huisje 13. En toen moest ik 5 eisen opstellen waar een goed boek voor mij aan zou moeten voldoen. En een van die eisen was, het boek moet een boeiend personage hebben die je raakt. En de hoofdpersonen in jouw boek die hebben ongeveer dezelfde leeftijd. Net als de mensen die het boek eigenlijk moeten lezen. Heb je daar bewust dan voor gekozen om het personage dezelfde leeftijd te maken? Ja, ik denk het wel. Dat is gewoon inderdaad de doelgroep. En dat zijn leerlingen die ik in mijn klas heb. En op de een of andere manier vind ik dat een... Ik vind jullie leuk. Dus ik vind dat heel leuk om daarover te schrijven. Ja. 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 En in allebei de boeken, in het eerste en tweede boek, daar zat een overeenkomst. En dat was namelijk dat alle twee, de hoofdpersonages die uit alle twee de boeken, die hadden alle twee gescheiden ouders. Oh ja. En komt dat dan omdat het dan bij jezelf ook is gebeurd of... Ja, ook een goede vraag. Ja, ik heb zelf gescheiden ouders gehad en ik ben zelf ook ooit gescheiden. Dus dat is denk ik wel onbewust iets waar ik dan wat ik erin stop. Ook vooral omdat ik het heel tragisch vind en dat weet ik nog, maar dat zie ik ook om me heen. Dat je als kind zo tussen twee werelden belandt eigenlijk. Ook al bedoelt iedereen het goed, je zit toch bij je moeder en die kan bijvoorbeeld heel verdrietig nog zijn over de scheiding, terwijl je vader alweer een nieuwe vriendin heeft en het allemaal leuk vindt en er ook niet over wil praten. En dat verknipte, of dat die twee werelden waarin je steeds moet doen alsof het allemaal normaal is, dat is eigenlijk best verdrietig. Dat vond ik zelf best wel moeilijk als kind. Dus ja, dat schrijft dan heel makkelijk of zo. Dat komt dan bij mij dus inderdaad naar boven. Van ook een soort beetje eenzaam. En ja, dus dat is inderdaad mijn eigen ervaring. Ik heb in mijn nieuwe boek ouders die nog samen zijn, gelukkig. Ja. En de hoofdpersonages uit het eerste en tweede boek, die zijn heel verschillend. Dat is juist het tegenovergestelde. Want Mette, die is heel verlegen. Ja. En Ronja, die is juist heel dapper. En ja, best wel gewoon het tegenovergestelde eigenlijk. Ja. En heb je daar dan bewust voor gekozen of was dat gewoon zo gebeurd? Ja, nee, ik heb altijd, het duurt best lang voordat je een goed beeld hebt van wie is nou mijn hoofdpersoon. En ik denk dat Mette, dat was ook mijn eerste boek. En mijn eerste boek heb je eigenlijk toch vaak, misschien wel het meest, dat het over stiekem over jezelf gaat. Ik was zelf heel verlegen vroeger. Ik zong ook. Dus De Tweede Stem is wel een boek waarin het personage op mij lijkt. En voor het tweede boek wilde ik inderdaad echt een ander soort meisje. En dan heb ik een soort puzzel gemaakt van ook van kinderen die ik dus in mijn klas heb gehad. Dat, op een gegeven moment heb ik dan zo'n beeld. Denk, oh, dat is ze. En dan komt alles erbij. Dan klopt het of zo. En dan weet meisje zelf helemaal niet wie dat dan was. Maar zo werk ik vaak. Ja, dat dus, was het.
Dat was het. Nou, hartstikke mooie vragen. Jij bent klaar met je vragen over de eerste twee boeken. En ja, je hebt je boek nummer 3. En dat was iemand met geen gescheiden ouders. Nee, dat klopt. En wat nog meer? Nou, vanavond bij de rivier heb ik een jongen deze keer als hoofdpersoon. Dat vond ik wel een leuke uitdaging. En het speelt helemaal in de zomervakantie. Dus ik hoop stiekem dat het juist in deze periode, dat mensen het zeg maar gaan lezen. Want je krijgt er wel echt een zomers gevoel van. En het gaat over Jay. En Jay gaat met zijn ouders al jaren naar dezelfde camping in Frankrijk kamperen. En hij is nu 16. Hij is 2 jaar niet geweest. Ook door corona hebben ze een jaar over moeten slaan. Zijn vader heeft corona gekregen en die heeft long covid gekregen. Dus weer een ouder met iets van een ziekte. Wel een hele realistische. Ik bedoel, die ouders zijn verder niet ook nog een beetje in de war of zo. Helemaal niet. Ze zijn ontzettend lief en ze willen het graag. Ze gunnen hun zoon ook eindelijk weer eens een vakantie. Maar goed, dan komen ze daar en die camping ligt dus aan een rivier. Ik vind zelf omslag ook erg een mooi sfeertje met zo'n kampvuur. En 's avonds gaan de jongeren altijd met elkaar met tassen met eten en drinken en dekentjes en zo wandelen ze stroomopwaarts. En dan maken ze daar een soort kampvuur waar ze dan lekker gaan chillen. En daar gebeuren natuurlijk allemaal romantische dingen en spannende dingen. Dus, en ondertussen zit hij te worstelen dat elke keer als hij dan weer thuis komt of thuis in het bij zijn tent, dat hij zijn ouders daar aantreft en dat zijn vader het eigenlijk helemaal niet trekt. Omdat hij veel zieker blijkt te zijn dan hij had gehoopt. Op een gegeven moment willen die ouders terug. Terwijl hij het net leuk heeft. Dus dat is eigenlijk het het verhaal. Ja. De rest vertel ik dan nog niet. Maar, Nee. Lieke zei al toen je het las, hè, van een kort stukje van vanavond bij de rivier, zei ze, oh, interessant. Waarom? Ja, ik denk gewoon, want het is wel een onderwerp wat nu zeg maar was eigenlijk. Want corona, dat was best wel, ja, op dat moment was dat best wel groot. Yes. Dus dat is nu al wel een beetje voorbij, maar dat is dan wel leuk om daar een boek over te lezen. Want je weet wel hoe het is. Ja. Het is gewoon heel erg van nu. Ja. Ja, en er zijn helaas best wel mensen die ook dus die long covid hebben in meerdere gradaties. Sommigen hebben het heel erg, die kunnen niks meer. Nou ja, en dat is weer zo'n situatie eigenlijk waarin je een jongere brengt, ik als schrijver, waardoor er ook weer een probleem is en waardoor je ook weer worstelt, zeg maar. Maar deze hoofdpersoon is weer een hele nieuwe jongen. Ik vond het zelf wel spannend om een jongen als hoofdpersoon te kiezen. Dat vond ik ook wel leuk, nou vanuit een jongen, want dat is natuurlijk wel heel anders dan vanuit een meisje. Ja. Hoe komt het dat je nou, je bent echt best wel laat begonnen met schrijven. Ja. En nou komt er zo'n vulkaan, zo'n stortvloed van boeken. Hoe komt dat? Zat er nog al zoveel te broeden? Ik denk het, ja. Je zegt het wel mooi. Inderdaad, het voelt een beetje vulkanen of alsof ik een kraan heb opengezet. En dan blijft het maar gaan. Ik vind het zo leuk om te doen. Ben je van plan om voor de Liekes en de Jays van 15 te blijven schrijven? Of, ja, zeker. Ik denk wel dat dat daar zit. Ik probeer nu ook wel iets jonger. Mijn volgende boek, wat over een jaar ongeveer komt. Dat is ook al goedgekeurd door mijn uitgever. Dus dat is heel leuk. Dat gaat over meisjes van 13. Dus ik ga iets jonger. En ik ben nu aan het nadenken over een boek over een jongen van 12. Zodat ook misschien kinderen uit groep 8 dat leuk vinden. Ik ben gewoon wel heel betrokken bij jullie leeftijd, denk ik. Ja, volgens mij is dat ook te lezen in de boeken, of niet? Ja, want het is wel een makkelijke schrijfstijl en je snapt wel gewoon wat er staat. Het is niet dat het heel moeilijk is om te lezen, dus dat is wel fijn. Nou, fijn om te horen. Dat is de bedoeling. Ja. Nou, succes met je met dit nieuwe boek. Ja. En ik denk dat Lieke, als ze dat gelezen heeft, op zoek moet naar een andere schrijver. Want die wordt steeds ouder en jij gaat jonger schrijven. Ja, daar heb je geen zin meer in. Ja. Nou, ik lees nog steeds jeugdboeken, hoor. Ja. Maar goed, dat is ook mijn plezier. Ik heb ze nou ook gelezen en ik vond het echt lekker. Tuurlijk lees het lekker weg, want anders dan wordt het te moeilijk. Maar ik kan het aanbevelen ook voor de ouders, zou ik maar zeggen. Dat is leuk. Dat is fijn. Ja. Dankjewel, Elin. Ja. En succes met dit boek en met het volgende boek. Ja. En dankjewel, Lieke, voor je fijne vragen. Zeker. Heel leuk. Hartstikke bedankt. Ja, jij ook.